en kermis is gewoon leuk. Er kunnen opa's en oma's met de kinderen heen. Dus voor alle leeftijden. Maar we moeten wel hele zware maatregelen ons vasthouden. En ja, in het dorp is het gewoon niet te handhaven. Want de kermis moet nu omheind zijn met hekken. En het is de regel één persoon op 5 vierkante meter. Ook Velo zit al geruime tijd zonder kantineinkomsten. Zij mogen de horeca verzorgen tijdens de kermis. Het is van verschrikkelijk groot belang dat we met Velo en voor Velo meters weten te maken. En met name eurometers, want ja, het is 1,5 jaar ontzettend slecht geweest. En we hebben ieder dubbeltje nodig op Velo om de boel te kunnen draaien. Dat geldt niet alleen voor ons, voor de CEA, maar dat geldt ook voor alle afdelingen binnen Velo die dat geld gewoon nodig hebben. Zoals je ziet is het een heel groot terrein. Daar staan al hekken. En aan die kant komen hekken. En dan zal ik even omdraaien. Daar is de ingang waar die meneer loopt, zeg maar. En aan de andere kant komt de uitgang. En daar komen crowdcontroles op met sensors. Dus iedere bezoeker wordt geteld die erin gaat, maar ook die eruit gaat. En die uitdaging gaan we gaan. Niet alleen wij, maar ook onze vrijwilligers. Want Velo draait heel belangrijk op vrijwilligers. Dat is ook een moment om te vertellen dat we graag nog extra vrijwilligers zouden willen binnenhengelen. Dus als die dit horen, dan kom erbij. We mogen 847 mensen kwijt. Maar stel dat er 847 in zitten, dan wordt er een wachtrij gecreëerd. En dan moeten mensen wachten. Gaan er 10 mensen uit, dan mogen er weer 10 in. En er loopt handhaving, security, er lopen crownspotters rond. Die gaan alles regelen en in de gaten houden. Hou je niet aan de regels, krijg je een waarschuwing. Hou je dan niet eraan, word je ook van het kermisterrein verwijderd. De kermis is dit jaar van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 juli. Van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.